Hallo allemaal, Harold hier. Welkom op mijn kanaal. In deze video ga ik je uitleggen hoe jij uh, met affiliate marketing en met crypto uh, online je geld kunt verdienen. Ik ga je aan de hand van mijn eigen strategie laten zien uh, welke producten ik gebruik en welke strategie ik gebruik. En hoe jij in een paar simpele stappen uh, hetzelfde kunt gaan doen. Nou, ik ben de laatste tijd uh, heel erg bezig met uh, een nieuwe Layer One blockchain, genaamd uh, Ultron. En deze Layer One blockchain. Um, die biedt een staking hub NFT aan als passief inkomen. Nou, Zo'n staking hub NFT die mint in de komende vijf jaar, mint die uh, 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 ULX-munten voor je. ULX is de native coin van, van, uh, van de Ultron-blockchain. Nou, hoe dat allemaal werkt, leg ik allemaal uit in een andere video. Maar uh, deze staking hub die, uh, kun je via Mavi kun je, kun je aanschaffen. Nou, Mavi is een affiliate marketingbedrijf dat dus de staking hubs en nu ook de gaming hubs. Uh, Promoot van de Ultron Foundation. Nou, uh, Mavi is dus een affiliate marketingbedrijf, wat dus een samenwerking is aangegaan met de Ultron Foundation Blockchain. Uh, nou, om even aan te geven, uh, uh, elke investering en in, uh, overal waar je geld uh, in investeert, uh, kleeft een risico aan. Hier ook aan. Ik ben geen financieel adviseur, ik adviseer niks. Ik laat je alleen mijn eigen uh, ervaringen zien en mijn eigen uh, resultaten. En deze resultaten uh, bieden geen garantie dat jij uh, hetzelfde resultaat kunt kunt behalen. Nou, zoals ik al zei, uh, Ultron is dus een nieuwe Layer One blockchain, uh, die dus door middel van uh, staking hub NFT uh, mensen aantrekt om ook gebruik te maken van, uh, van de blockchain. Nou, door, die, door die staking hub NFT verdien je dus uh, de komende vijf jaar passief inkomen in de, in de, in de vorm van, uh, van ULX. Uh, Nou, Er zijn zeven verschillende staking hubs beschikbaar. Uh, hoe dat allemaal werkt, leg ik allemaal uit in een, uh, in een andere video. En daarnaast biedt Ultron, uh, of Mavi, nu ook een uh, Gaming Hub NFT aan. Dat is, een uh, Gaming Hub NFT is vanuit de Lotto Day. De Lotto Day is de nieuwste applicatie die in de loop van dit jaar uh, op de Ultron blo blockchain gebouwd wordt en uh, gelanceerd wordt. Nou, Lotto Day in het kort is een, de, de grootste, the biggest decentralized gaming platform on the planet... Uh, als we even doorgaan, nou, hier ook weer risk assessment, uh, pas op, uh, aan elke investering kleeft een risico. Uh, nou, deze Lotto Day wordt gebouwd op verschillende grote blockchains, Binance, Smart Chain, Ethereum, Polygon, Tron en ook Iltron, En zal beschikbaar zijn in de Google Play Store en in de Apple Store. De Gaming Hub NFT's zijn, zijn er ook zeven verschillende, uh, net zoals de, de, de Staking Hub NFT. Alleen deze uh, Gaming Hub NFT die betaalt je dus direct uit in uh, USDT. Een passief inkomen direct uh, in de vorm van USDT. Nou, je traint je vanaf uh, 100 USDT tot aan 30.000 USDT. Nou, die gaming hubs die betalen je dus afhankelijk van welke je aanschaft... Uh, betalen je dus een aantal keer je, je inleg terug. Uh, bij de 100 USDT de Lucky Ape uh, krijg je maximaal 200 USDT uitbetaald. En zo naar de Mighty Dragon van 30.000 USDT. Die betaalt 8 keer uit... En zul je uh, 240.000 USDT uh, aan terugkrijgen. Nou, dit kun je dus keer op keer doen. Als, uh, als je je maximum payout hebt bereikt, krijg je 30 dagen lang de tijd om je uh, gaming hub opnieuw aan te schaffen. En dan begin je weer van vooraf aan. Nou, en hoe kun je nou zo'n uh, zo zo staking hub NFT of een gaming hub NFT uh, aanschaffen en zelf gaan vermarkten? Nou, dit is mijn, uh, mijn back office. Ik ben sinds uh, afgelopen. September ben ik hiermee begonnen. Ik heb eerst een eigen Staking Hub uh, aangeschaft. En ik ben toen nou, wat, wat verder. Uh, me verder erin gaan verdiepen. En ik heb nog een keer een, een Staking Hub NFT aangeschaft. En ik ben daar. Uh, langzamerhand ben ik, uh, ik er een, een team uh, in aan het bouwen. Om dus. Uh, 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 nou, mensen enthousiast te maken. om hier ook mee een, een passief inkomen te, te kunnen verdienen. En. Uh, nou, door het middel van, van dit soort. Uh, staking Hub NFT's. of Gaming Hub NFT's. Uh, uh, te promoten. Nou, verdien ik dus bij elke verkoop... verdien ik dus uh, een commissie. Nou, hoe kun je dit nou zelf doen? Nou, je kunt dus uh, als eerste... Uh, ga je een gratis Mavi-account aanmaken. De link hieronder uh, vind je hieronder... In de, in, in, uh, onder deze video. Uh, ga door alle stappen heen. Doe je KYC. Uh, vul gewoon alles in wat, uh, wat gevraagd wordt. Nou, als, de, als je dus een, een gratis uh, account hebt aangemaakt... Zul je dus zien dat je uh, een back-office-subscription of kunt, kunt aanschaffen? Nou, die back-office-subscription is dus nodig als je een team wil gaan bouwen en dus uh, je voordeel wil gaan doen van de commissies die je, die je daarmee kunt verdienen. Wil je geen team bouwen en wil je alleen je staking-hub-NFT of alleen je gaming-hub-NFT, heb je deze uh, back-office-subscription niet nodig. Nou, die back-office-subscription kost 49 dollar voor een jaar. Nou, en dan ben je voor 49 dollar ben je een jaar actief. Uh, kun je gewoon alle, alle commissies verdienen die je, bij elke sale die je maakt. Nou, dit is het, uh, het momentumplan van Mavi. Het, oftewel het, het, het compensatieplan. Het legt gewoon in het kort uit uh, hoe je alle commissies kunt verdienen, hoe hoog ze zijn en uh, hoe het werkt. Nou, we hebben dus, zoals gezegd, je hebt dus uh, zeven verschillende staking hub NFT's. En daarnaast is er nu een, een pre-sale gaande van, uh, van gaming hub NFT's. Uh, die kun je beide aanschaffen in de, in de Mavi back-office. Zal ik zo eventjes laten zien hoe dat werkt. Nou, hier ook, net zoals de Gaming Hub NFT's. De goedkoopste is 100 USDT. De duurste is 30.000 USDT. Nou, hoe kun je nou starten? Uh, als je gewoon een customer bent, dan heb je alleen je, 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 je NFT-hub. Met daarbij een passief inkomen. En heb je verder geen back-office-subscription nodig. Wil je dan wel een team gaan bouwen en uh, met affiliate-marketing... En wil je daar, daarnaast commissies gaan verdienen? Nou, dan heb je dus een back-office subscription nodig van 49 dollar. Uh, en je hebt je eigen staking op NFT nodig. Dan ben je een partner en daarmee kun je dus aan de slag om een team te gaan bouwen. Nou, hoe werkt het nou een team bouwen? Je hebt dus een, 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 een binary team sy 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 systeem noemen ze dat. Je hebt dus een, een linker team met een rechter team of een rechter team met een linker team. Eentje ervan is altijd het sterke team en de andere team is het, is het uh, zwakke team. Nou, en afhankelijk van in welk team jou, jij jouw sale maakt, uh, krijg je dus. Maar je krijgt in ieder geval uh, bij elke sale krijg jij een direct bonus van 7%. Dus stel iemand uh, koopt een hub van, uh, van 100 USDT, nou dan krijg je dus 7 USDT-commissie uh, over. Maar natuurlijk, hoe hoger de NFT die jij, verko die jij uh, verkoopt als sale. Des te hoger, die direct bonus natuurlijk. Daarnaast is er nog een fast start bonus. Als jij na je registratie en na je aankoop van je eigen NFT binnen 30 dagen vijf mensen vindt die hunzelfde NFT aanschaffen of hoger, dan nou krijg je dus 50% van je staking hub value krijg je dus terug. Nou en daarnaast is er nog een teambonus. bonus En die is altijd 10%, maar wel. Uh, in je weaker leg, dus in je zwakke team. Als je dus een sale maakt in je zwakke team... verdien je dus 10% aan teambonus. En stel je, je je verdient 1000 USDT aan commissie. Nou, 70%, dus in, in dit voorbeeld 700 USDT... gaat naar, jou, uh, naar je cash account. Dat kun je dus opnemen. Kun je naar je Metamask wallet sturen... of naar je exchange en naar je bankrekening... omzetten naar euro's of dollars of wat dan ook... en naar je bankrekening sturen... En 30% in dit, in dit voorbeeld, 300 USDT, uh, wordt op UltronSwap, wordt uh, nieuwe ULX van gekocht. En dat gaat naar jouw bonus hub NFT. Dus in deze vorm uh, genereer jij dus extra uh, ULX-munten door een team te bouwen. Nou, Dit geldt dus in alle, in alle, uh, met, in alle vormen van, van uh, bonussen. Dus direct bonus, maar ook team bonus. 70% gaat naar je cash account, 30% wordt nieuwe ULIX van geko gekocht uh, via UltronSwap en gaat naar je bonus-up NFT. Nou, zo werkt het eigenlijk in het kort. Ik kan nog even dit laten zien. Nou, je hebt dus allerlei ranks die je kunt gaan halen. Hoe meer je, hoe meer je verkoopt, hoe hoger je, je gaat uh, in rank. Nou, bij elke rank heb je dus een bepaalde weaker lag uh, volume. Uh, hoeveel je dus uh, aan sales hebt gedaan. Nou, je personal orders die er dus bij horen. Als je in aanmerking wil, wil komen voor die uh, voor de rank rewards en voor de weekly cap heb je dus zelf natuurlijk ook een, aantal, uh, een bepaald aantal staking hubs nodig. Personal orders. Nou, hoe hoger je komt, des te, des te, des te meer uh, bonussen kun je verdienen. Nou, vanaf Sapphire verdien je een, uh, een, een, een rank reward van 500 USDT. En uh, matching bonus, dat is hoeveel generaties je diep gaat. Nou, als jij iemand... Uh, als iemand via jouw uh, stakinghub of een gaminghub aanschaft, dat is natuurlijk de eerste generatie. Uh, via hem is de tweede generatie en dan zo verder. Nou, dat gaat tot zeven generaties diep. En daar kun je ook 5% uh, commissie over verdienen. Alleen dat gaat pas in via uh, vanaf de Diamond Rank. Nou, voordat je daar bent, heb je natuurlijk al wel wat, uh, wat sales gedaan. Maar dit gaat zo door tot aan de Legendary Goat. Nou, als je, als je dat haalt, dan uh, kom je in aanmerking voor een rank reward van 10 miljoen USDT. Er zijn mensen die, uh, die zijn aardig op weg. Er zijn al mensen die zijn al Double Crown Diamond. Die, uh, ja, die verdienen gewoon een paar honderdduizend USDT in de week. Maar uh, nou, zover ben ik ook nog niet. Ik zal je zo even laten zien hoe dat, uh, hoe dat er bij mij uitziet. Nou, ben we hebben even terug in mijn, uh, mijn, mijn back office. Nou, ik ben dus de laatste tijd bezig met een team aanbouwen. Ik gebruik daarvoor facebook ads En. Um, ja, ik heb in de, in de loop van de afgelopen uh, weken heb ik, uh, nou, ruim 2500 USDT verdiend. Uh, deel daarvan is de, in natuurlijk, dit zijn mijn totale commissies. 70% daarvan is naar mijn cash account gegaan. En 30% is op de markt ULIX van gekocht. En is naar mijn bonushub NFT gegaan. Nou, hier aan de linkerkant heb je, uh, nou, hier kun je de gaming hubs aanschaffen. Hoe dat allemaal werkt, leg ik uit in een andere, in een andere video. Het zijn een paar simpele stappen, stelt niet zoveel voor. Uh, hier kun je de staking hubs aanschaffen. Hier ga je naar earnings. Nou, kijk, dit zijn alle commissies die ik in de loop van de tijd uh, verdiend heb. Uh, nou, hier kun je gewoon op withdraw drukken. Als je, nou, ik heb er nu 21 USDT. Dat is niet zo interessant om dat nu te, op te nemen. Omdat je, nou, je zit met een withdrawal fee van 5 USDT. Maar in ieder geval, als je, als, je, als je er een paar honderd USDT hebt, dan kun je dat gewoon makkelijk naar je. Naar je MetaMask Wallet of naar je Exchange uh, Wallet sturen. Nou, hier ga je naar, uh, naar MyHubs. Nou, kijk, ik heb dus een, een Gaming Hub NFT aangeschaft. Ik heb verschillende Staking Hub NFTs. Uh, hier is mijn. Even kijken, hier is mijn bonus Hub NFT. Nou, daar zitten uh, uh, inmiddels ook al uh, ruim 10.000 ULIX uh, in. Daar heb ik inmiddels ook al uh, bijna 1300 ULIX aan, uh, aan uh, opgebouwd. Nou, hier ga je naar MyTeam. My maar kijk, je hebt dus een, een linkerteam. Mijn linkerteam is mijn sterke team. Er zit inmiddels 300, ruim 304.000 business volume in. Dat zijn allemaal sales die allemaal gemaakt zijn door, door mensen die boven mij zitten. Uh, en onder mij zitten natuurlijk die, die bouwen vanaf, vanaf onderaf uh, door. En zo uh, accumuleert dat, dat business, die business volume steeds verder door. Nou, en ik bouw dus nu verder in mijn rechterteam, want dat is mijn zwakke team. Nou, en elke keer als ik dus een sale maak in mijn, in mijn zwakke team, krijg ik daar dus uh, mijn direct bonus over. En natuurlijk ook 10% teambonus. Nou, komt er dus iemand in, jou, uh, in, jou, in jouw sterke team terecht. Uh, daar, kun je, daar kun je trouwens voor kiezen uh, in welk team ze, je, ze wil, uh, je ze wil hebben. Dan kun je naar, uh, even kijken. Even dit aan de kant slepen. Dan ga je gewoon hier naar, uh, naar settings. En dan ga je naar team settings. Nou, kijk, kun je ze. Ik wil ze aan de linkerkant. Of ik wil ze in mijn, in mijn zwakke team. Uh, nou, ik ben nu dus in mijn zwakke team aan het, door, aan het, uh, aan het bouwen. Maar in ieder geval, daar kun, daar kun, je, dus, uh, daar kun je dus voor kiezen. Maar uh, als iemand dus in, jou, uh, in jouw sterke team komt. Uh, en die, maakt een, uh, die, die schaft een Staking -hub NFT. Of een Gaming Hub NFT aan. Dan krijg je dus alleen de, de 7% uh, direct bonus. Maar je hebt dus wel mensen in je sterke team nodig om in, uh, in rank rewards uh, te kunnen stijgen. Nou, dat kunnen we hier zien: ranking. Nou, je begint dus bij, uh, bij Qualified Partner. Dat is dus als je uh, iemand aan je linkerkant en aan je rechter. In je linkerteam en in je rechterteam hebt, die dus allebei een, uh, een eigen staking hub hebben. Een eigen uh, NFT hub hebben. Nou, daarnaast ga je door naar Iron. Dan heb je dus een bepaald aantal, uh, nou, dat is dus in dit geval niet zo heel veel, uh, 300 bitsvol volume in je weaker team. Uh, 60 in je strong team en 100 aan personal orders. Nou, het gaat zo verder als je steeds meer sales maakt. En nou, naar gold, nou, ik ben, inmiddels ben ik Pearl. Ik ben harder weg om uh, Sapphire te halen. Nou, kijk, maar je moet dus ook uh, sales maken in je sterke team. Want dit, kijk, al die drie schuifjes of al die vier schuifjes moeten allemaal vol zitten voordat je naar je volgende uh, rank gaat. Kijk, gaan we naar Ruby. Uh, en bij Sapphire, als je dus Sapphire rank haalt, dan krijg je dus een, een, een rank reward van 500 USDT. En dat gaat zo verder naar, uh, nou, je kunt helemaal naar de Legendary Goat. Nou, dan, dan ja, dan, dan, dan ben je echt de top earner in, uh, in Mavi. Nou, even terug naar My Team. Maar kijk, je kunt de uh, nou linker en rechter team. Je kunt, uh, kunt kijken wie er allemaal in zitten, hoeveel business, hoeveel personal orders ze zelf hebben. Je uni-level, uh, kun je ook zien... Uh, nou, wie er allemaal wat heeft gekocht. Nou, ben je niet bekend met Affiliate Marketing, hoe dat nou werkt? Uh, bekijk dan eventjes mijn andere video, waarin ik precies uitleg hoe dat werkt. En welke programma's je daarvoor kunt, uh, kunt gebruiken. Uh, je, kunt natuurlijk, uh, je kunt natuurlijk ook uh, binnen je, je kennissenkring op zoek gaan naar mensen die hierin geïnteresseerd zijn. En met hun samen een, uh, een team gaan bouwen. Uh, alles wat je nodig hebt is uh, je invite link delen. Kijk, hier is je invite link. Oké, okay, ik moet dit eventjes weer... Nou, kijk hier. Deze link die, uh, die kun je kopiëren. Die kun je dus uh, sturen naar iemand. Dan kunnen we even kijken? Kijk, dit is dus mijn invite link. Dan ga je naar deze pagina. En, en dan kunnen ze dus via jouw account. Of via jouw. kunnen ze dus een account aanmaken. En dan komen ze dus in jouw team terecht. En als ze dus uh, via dat account een, uh, een NFT hub aanschaffen. Nou, krijg jij dus. Commissies over uitbetaald. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie manier om met affiliate marketing in combinatie met crypto uh, online je geld te, te kunnen verdienen. Dit zijn echt high-ticket affiliate marketing producten. Ja, dit is voor mij een, een, een hele mooie manier om, uh, ja, om hier online mijn, uh, mijn geld te, te kunnen verdienen vanuit huis. Met affiliate marketing in combinatie met een, uh, met een mooi crypto product. Nou, Ultron Foundation is een nieuwe Layer 1 blockchain. Uh, staat nog in de kinderschoenen. Is hard op weg om, om bij de top 5 van de grootste blockchains uh, te horen. Ze staan inmiddels in de top 10 van alle bestaande blockchains. Dat zijn er, uh, er zijn er in totaal 180 of 190 verschillende. Misschien ken je de bekendste wel: uh, Bitcoin, uh, Binance Smart Chain, Polygon, uh, Ethereum. Nou, uh, Ulton is hard op weg om, uh, om daarbij te horen bij de, bij de, grootste, bij de grootste blockchains. Um, ik heb trouwens ook een telegram, Telegram-groep voor support. Volg de link eventjes onder deze video um, om in mijn Telegram-supportgroep te komen. Daar kun je al je vragen stellen. Uh, ik kan je daar ook weg helpen om je eigen account aan te maken, om je eigen hub aan te schaffen en zo, dat je zo je team kunt, kunt gaan bouwen. Zoals gezegd, kom naar mijn Telegram-groep, uh, maak een gratis account aan in Mavi. Uh, volg de link onder deze, onder deze video. Uh, geef die video even een like als je, als je hem waardeert. Uh, je kunt jezelf altijd abonneren op mijn kanaal. Dan e druk dan eventjes op de bel, zodat je elke keer een melding krijgt als ik een nieuwe video uh, upload. Dat was het. Ik dank je wel voor het kijken en uh, spreek je snel. Hoi, hoi.